Daar sta ik. Het ritme te slaan van de March of the Women met mijn tandenborstel. Vanuit het raampje van mijn cel in Holloway Prison. Mijn mede-suffragettes dansen en zingen in het rond. Het is 1912. We zitten hier omdat we overheidsgebouwen hebben bekogeld met stenen in onze strijd voor stemrecht. Ik leerde mijn medevrouwen hoe ze degelijk met een steen moesten gooien. Ik ben een trotse, militante suffragette, genaamd Dame Ethel Smith. Ze kunnen me niet klein krijgen. Op jonge leeftijd heb ik al beslist om mijn leven te wijden aan de muziek, tegen de oppositie van mijn vader in. Als iemand je klein probeert te maken, moet je zo groot worden dat je onvermijdelijk wordt. Dus ging ik muziek studeren in Leipzig. Ik maakte kennis met Brahms, die regelmatig op bezoek kwam. Ik ontmoette Grieg. En Tchaikovsky raadde me zelfs aan om orchestratie te studeren. Ik ben de eerste vrouw van wie werk werd gespeeld in New York City's Metropolitan Opera. Helaas kreeg pas 100 jaar later, in 2016, opnieuw een vrouw die kans. Ik ben om vele dingen bekend. Ik heb mijn eigen opera's gedirigeerd. Ik hou van herdershonden. Ik kleed me doorgaans in tweed en ik heb er zelfs op winternamiddagconcerten in opgetreden. Ik heb boeken geschreven, speeches gebracht en zorg er niet in alle tijden voor dat mijn hoed recht staat. Er werd ook over mij gezegd dat ik componeer als een man, dat ik in mannelijke termen denk, veelomvattend en krachtig, dat ik mijn gender heb overtroffen. In werkelijkheid schrijf ik als een vrouw. Uiterst krachtig. Ik wil het gerust demonstreren met een steenworp. Want als je van mij een man moet maken in je hoofd, voor je kan toegeven dat ik goed ben, wel dat, dames en heren, is seksisme. The March of the Women werd het lijflied van de Women's Social and Political Union. Maar het is nog steeds relevant. Daarom ben ik zo blij dat de enige drie vrouwelijke componistes van het conservatorium het voororkest hebben geschreven. Hoor mijn stenen en mijn tandenborstel. Hoor dat je een revolutie niet kan opsluiten. Niet veel componisten kunnen zeggen dat hun werk rechtstreeks de rechten en vrijheden van miljoenen mensen heeft beïnvloed. Ik kan dat wel zeggen. En ik ben een vrouw. Thank you.